kijkers van Loek TV een bijzonder goede middag. Dinsdagmiddag, 22 januari. En om ons heen gaat de sneeuw smelten. Ja, en of er een nieuwe vorstperiode aankomt, dat weet je maar nooit. We zijn bij de Proveniersbrug in Schiedam Centrum. En de brug gaat eruit. Er is het nodig aan de hand met de brug. En daar moet aan gesleuteld worden. En we gaan erover praten met verantwoordelijk wethouder Wijten. Wethouder Wijten, goedemiddag. Goedemiddag. We staan bij de Proveniersbrug. Waarom wordt de brug vervangen? Hoogste tijd om de brug te vervangen. Hij is aan het eind van zijn technische levensduur. Dus dan moeten we een flinke ingreep doen. Maar we gebruiken dat meteen om Schiedam een mooiere entree te geven. Dus het is meer dan alleen een technische beurt. Ja. Van wanneer tot wanneer gaat de brug er ongeveer uit? Nou, dat weet ik niet precies van wanneer tot wanneer. Ligt er ook aan wanneer dat we kunnen beginnen. Hangt natuurlijk van het weer af. We hebben wel afgesproken dat hij er maximaal 6 weken uit zal liggen. Nou is dat natuurlijk een heel belangrijke brug om naar het centrum van Schiedam te komen. Wat betekent dat precies voor het verkeer? Nou ja, voor het verkeer betekent dat 6 weken geen gebruik gemaakt worden van de Proveniersbrug. We gaan dat wel op een goede manier proberen op te vangen door allerlei maatregelen te treffen. Ook met betrekking tot het openbaar vervoer. We zorgen dat in elk geval de bereikbaarheid wel zo optimaal mogelijk is. Maar dat er enige hinder zal ontstaan, ja, dat is onontkoombaar voor. U zegt de eerste 6 weken gaat hij eruit. Betekent dat er dan helemaal geen verkeer mogelijk is? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Verder in de omgeving, heb ik begrepen, gebeurt er ook nog wat een stukje herinrichting. Zonder in details te treden, gaat het hele aanzicht hier veranderen? Ja, het aanzicht gaat wel zeker veranderen. Mensen die gebruik maken van die Proveniersbrug, die weten het wel. De opstelling voor linksaf en rechtsaf en rechtdoor, dat is een beetje onoverzichtelijk. Dat gaan we wat mooier maken, wat het overzichtelijker maken. Daarmee ook veiliger maken. Maar we nemen ook een stuk van de Schravenlandse weg mee natuurlijk. Want als je daar toch bezig bent, dan moet je niet volgend jaar nog weer eens een keer daar hinderlijke onderhoudswerkzaamheden moeten. Doen. Even terug naar dat verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers. Is er nog verschil in overlast, zullen we maar zeggen? Nou, voetgangers en fietsers zullen een stuk minder overlast van hebben natuurlijk. Daar zijn ook wat makkelijkere alternatieven voor te verzinnen. Iedereen zal er wel hinder van krijgen, maar probeer dat zo goed mogelijk op te vangen. Niet alleen door goede bereikbaarheid, maar ook anderszins proberen bijvoorbeeld ook... We zullen zorgen dat het parkeren wat aantrekkelijker wordt. Het eerste uur parkeren zal gratis worden. Dat is een nieuwtje. Eerste uur parkeren gratis om gewoon ook op die manier de overlast te proberen op te vangen. Ja. In de parkeergarages heb ik het over dan. Ja. Even voor de omwonenden, wat gaan zij ervan merken? Ik hoop niet zo heel erg veel, maar daar geldt precies hetzelfde voor. Als je gewend bent om, als je aan de andere kant van het water woont, om binnen 2 minuten de oversteek te kunnen maken, ja, dan is het gedurende die periode van 6 weken ook even anders. Ja. Daarna wordt het allemaal, wordt het ook voor iedereen hier een stuk overzichtelijker. Dus iedereen wordt er beter van, denk ik. Ja. Maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld geluidsoverlast of aan- en afvoer van materialen? Dat zal tot een minimum beperkt worden, maar ook daarvan kan ik wel zeggen, ja, dat gebeurt in die periode wel. Even over die brug toch terug. Gaat die hele brug verdwijnen? Wordt die er in zijn geheel uitgehaald? Wat gaat er, zeg maar, technisch precies gebeuren? Nou, eigenlijk komt er gewoon een compleet nieuwe brug. En dat moet ook wel, want het gewicht wat de brug kan hebben, dat voldoet niet meer aan de eisen. Er kan onvoldoende verkeerslast kan die opnemen. Ja. Dus hij is gewoon niet goed genoeg meer, dus er komt gewoon een compleet nieuwe brug. Ja. Hoe werkt dat? Wordt hij over het water aangevoerd? Komt hij uiteindelijk via de autoweg? Nou, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat hij voornamelijk via de autoweg in onderdelen aangevoerd zal gaan worden. En af en toe dan is het ook wel eens makkelijk om dat via het water te doen. Maar hoe dat precies steekt, dat weet ik niet. Nee. Dan gaan we aanstaande maandag. Wordt er begonnen met de werkzaamheden? Ja, we zitten in een periode van kou en sneeuw. Heeft dat nog invloed op het werk? Nou, dat kan wel. Want de planning is wel om aanstaande maandag te beginnen. Maar als we dat weer krijgen, net als we de afgelopen weken een paar keer gekregen hebben met te veel sneeuw of te veel vorst. Nou, dan moeten we dat uitstellen natuurlijk. Ja. Zijn er nog meer bruggen die op het programma staan als deze eenmaal klaar is? Als deze eenmaal klaar is. We hebben een heel programma gemaakt voor alle bruggen. Soms is dat gewoon periodiek onderhoud. Ja. Maar er staan geen grootscheepse operaties voor complete vervangingen op de rol. En deze is natuurlijk de meest ingrijpend. Dat komt ook door de plek waar die ligt. Ja. Ten slotte, ter geruststelling, mensen kijken vaak vooruit. In het persbericht stond dat rond de brandersfeesten zou het allemaal weer moeten functioneren. Ja, dat klopt. Wij zullen zorgen dat voor de brandersfeesten alles weer afgerond is. Nou, daar is onze planning op gericht. Maar we zorgen wel dat we zodanig flexibel zijn dat we daadwerkelijk ook die planning halen voor de brandersfeesten. Dan doet die brug het weer gewoon. Ja. Nou, dan nog even over het meest praktische ongemak. Dat is toch een beetje het omleidingsverhaal. Nou kunnen we natuurlijk hier niet ter plaatse allerlei routes gaan beschrijven. Hoe komen mensen erachter hoe ze anders moeten gaan rijden? Nou,
Goed op de borden letten, dat is het eerste. Als je hier komt, dan weet je dat er wat aan de hand is. Dat zie je snel genoeg. Goed op de borden letten. Maar ook op de site en op andere manieren publiceren we gewoon hoe dat de binnenstad goed bereikbaar blijft. Dat je goed de binnenstad in kan, maar op sommige momenten ook dat je er het snelste en het makkelijkst weer uit kan. We zorgen dat we dat op een goede manier aangeven.